Ja, hier is Fishy weer en welkom hier bij een hele nieuwe video. Jawel, eigenlijk een nieuwe commentary, want op de grond zien jullie een keertje Call of Duty gameplay natuurlijk. En dan is het gewoon een commentary natuurlijk, een ouderwetse Call of Duty commentary. Nou, ik ga helemaal niet over Call of Duty hebben, want jullie zien gewoon gameplay en jullie genieten maar van. Yeah. Oké, ik ben ziek geweest de afgelopen paar dagen en dat hebben jullie misschien wel gemerkt. Want als jullie mij volgen op Facebook of Twitter of op Instagram, dat is helemaal geen hint, Fishinator.nl, dan weten jullie dat ik ziek ben geweest natuurlijk en dat ik de afgelopen dagen fucking weinig geüpload heb. Om precies te zijn, 2 video's, 2 FIFA-video's en die heb ik alleen maar geüpload omdat ik die al eerder opgenomen had met de welbekende Remco. En Remco neem ik altijd samen mee op, 1 keer per week zeg maar. Dan doen we altijd de FIFA-video's van die week. En onder andere vanavond gaan we dus opnemen. En de afgelopen week had ik dus last van deze. Namelijk gewoon een partij messen in mijn keel. En eigenlijk is het nu vrijwel weg, zeg maar. En ik was ook behoorlijk chagrijnig erdoor. Ik heb nog even een kleine... onedigheid op Twitter daardoor. Eigenlijk tenminste, ik was eigenlijk gewoon zo chagrijnig dat ik meteen reageerde alsof ik aangevallen werd en zo. Maar in ieder geval, ik gewoon niet helemaal 100% en nou ben ik dat helemaal niet. Dus ja, volgens een heleboel mensen. Maar in ieder geval, het was helemaal niet goed, zeg maar. Dus ja, het was gewoon kut, om zo te zeggen. Het was gewoon, eigenlijk om alles gewoon samen te vatten, was gewoon kut. Ik voelde me gewoon kut, het was gewoon kut. En ik heb een beetje series lopen kijken, een beetje alles ingehaald en zo. Onder andere opnieuw begonnen met Prison Break, aangezien dat weer op tv is. Dacht ik mezelf, ik wil Prison Break wel weer zien en zo. En Walking Dead helemaal afgekeken, zo. Tot zover het kan, zeg maar. Dus, dat was in ieder geval heel erg fijn om eventjes dit te doen, zeg maar. En daarnaast ben ik trouwens bezig geweest aan mijn huis. Namelijk de tuin aan het doen. De voortuin is klaar. Achtertuin is bijna klaar. Want achter moet ik al mijn gras weghalen. En dat is allemaal oud gras en zo. En dat is allemaal kut gewoon, zeg maar. Maar daar ben ik in ieder geval mee bezig. Ik heb alles trouwens opgenomen in de Road to 75 kilo. Want ik ben op dieet. Misschien dat ik daarom een beetje ziek, dat ik extra snel ziek ben geworden. Misschien een beetje natuurlijk, omdat je toch eigenlijk een beetje aan het uithongeren bent natuurlijk. Ik weet het, is niet goed, maar je doet altijd een beetje met dieet natuurlijk. Dus ja, als je weerstand wat lager is natuurlijk ook met het weer en zo, warm, koud, dan gaat het allemaal gewoon kut worden. Dus dat komt ook snel mogelijk online in ieder geval, want een heleboel vlogs heb ik al klaarstaan. Maar moet ik allemaal nog editen. Waar eigenlijk het belangrijkste nieuws van vandaag is... dat ik gewoon gestopt ben. Tenminste, ik ben eigenlijk niet gestopt. Paul is gestopt met de headglitzers, kan ik wel zeggen. Daar heb ik alle begrip voor natuurlijk. Paul heeft het gewoon super druk. Hij heeft natuurlijk zijn hoofdkanaal, King77NL. Dat eigenlijk altijd zijn knuffelbeer was, zou ik het zo maar zeggen. En dat wil hij gewoon beter onderhouden en meer dingen meedoen. Dus aan de ene kant snap ik het wel. Hè? Paul en ik hadden een kanaal voor de mensen die het nog niet wisten. Samen de headglitzers. En dat is dus direct ter ziele eigenlijk, aangezien we ook eigenlijk nog nooit echt begonnen waren, moet ik ook wel eerlijk toegeven. Maar het is toch wel jammer, want ik denk dat Paul en ik samen heel veel leuke content kunnen maken. En ik denk dat ik hij zegt altijd wel van, dat ik zonder hem bijvoorbeeld... met hem leuke content kan maken. Maar ik denk ook andersom. Ik denk dat ik wel van mezelf kan zeggen dat ik ook een goede toevoeging ben in bepaalde video's van Paul. Bewust of al niet onbewust. Dus ik vind het in ieder geval heel erg jammer. En we gaan natuurlijk ongetwijfeld nog dingen gewoon samen opnemen. Dus daar hoeven die allemaal niet bang te zijn. Er is helemaal niks aan de hand. Maar het is gewoon een kwestie van Paul gewoon King Alert en Paul op zijn hoofdkanaal. En dat wil hij gewoon heel veel aandacht aan besteden. En daar heb ik alle begrip voor natuurlijk. Ik weet vanuit, zeg maar, vanuit een... achterpositie zou ik zo zeggen, dat ik meekijk met alles, dat Paul gewoon super druk hebt met King Alert en er zitten gewoon heel veel dingen achter de schermen die gedaan moeten worden en het is allemaal niet zo gedaan en ik denk dat er heel veel mensen moeten begrijpen dat ik dat daar echt best wel een beetje respect voor mag gegeven worden aangezien Paul dat gewoon zoveel dingen doet eigenlijk. En misschien soms wel wat te veel doet, hè, naar mijn inziens. Maar in ieder geval
eigen petje af daarvoor natuurlijk. Ja, dat betekent wel ja, dat Call of Duty weer ja, ergens moet opgooien. Ja, dan is het alleen maar dit kanaal natuurlijk, hè. Want de Fissionator NL moet ook gevuld worden met allerlei video's natuurlijk. En ik ga ongetwijfeld gewoon lekker weer heel veel COD-video's uploaden. Ook commentaar zoals dit. En dan gewoon ook wat over de gameplay vertellen en zo. En ook weer de achteraf geneuzel en zo erover. Wat ook heel erg leuk is, maar ja. Vandaag dacht ik bij mezelf, ja, ik moet toch een beetje bijlullen en zo. Want ja, er zitten gewoon heel veel dingen in de planning. Ja, onder andere natuurlijk FIFA gewoon. Dus Call of Duty dus op mijn kanaal. Maar wat dacht je ook van, ja, bijvoorbeeld GTA. Dat komt ook op mijn kanaal. Random video's van games en zo. Ik heb echt heel veel games gekregen de afgelopen tijd. En ik heb eigenlijk weinig van geüpload. Dus eigenlijk schaam ik me eigenlijk daar dood voor. Ik moet het gewoon eventjes laten zien wat ik allemaal heb. Vlogs komen er op mijn kanaal best wel regelmatig. Dus de Road to 75 kilo gaat komen op mijn kanaal. Jawel, want ik ben echt op dieet. Ik ben een paar kilo afgevallen. Dat zie je allemaal in vlog nummer 1. En dat wil ik in principe elke week een samenvattingsvlog van online zetten, zeg maar. Daarnaast ben ik bezig met een serie die op mijn kanaal gaat komen, waarbij ik de hulp ingeroepen heb van meerdere mensen. Aangezien ik dat niet alleen kan doen. Heel simpel, ik kan niet mijzelf alleen filmen, zou ik het wel zeggen. Dus ik heb daarvoor hulp nodig, hoe dan ook. En een professioneel team om dat professioneler te maken. Hè? Anders is het gewoon een YouTube-serietje. En dat wil ik niet. Ik wil er echt iets professioneels van maken. Echt iets wat... Waar ik echt 100% achter sta, wat echt heel erg goed is. Wat ik ook zo op tv zou kunnen gooien. Zulke content en zo. Maar dat hoor je allemaal. Ik zit daar nog mee met allerlei afspraken die we maken over contractuele dingen en zo. En dat soort dingen. Maar dat komt allemaal wel in de loop van de maanden komt dat naar voren. En mijn favoriete YouTuber komt terug op mijn kanaal. En dat is onze lieftallige Greta. En voor de mensen die Greta niet kennen. Ja. Dan heb je wat gemist, denk ik. Link hiervan naar deze playlist staat altijd in de beschrijving. En altijd onderop, helemaal. En ja, dan moet je maar kijken. In ieder geval, oh nee, helemaal onderop staat trouwens in de gevangenis gebeuren. Maar er staat ook een Olaf en Greta playlist in de beschrijving. In ieder geval voor Greta. Check die eventjes. En ik heb er gewoon heel erg veel zin in. Ik ben gemotiveerd. Er gaan heel veel toffe dingen komen. Oh ja, ik heb nog één hele belangrijke vraag. Ik zie dat de gameplay alweer over is. Welke soort COD-video's wil je online hebben? En als jullie een live serie bedenken, laat eventjes achter in de comments een idee voor een live serie. Want dat is altijd wel lastig om te kiezen. Ja. Kijkers die weten dat altijd beter. Jongens, dankjewel voor het kijken. En mij is natuurlijk tot de volgende keer. Bye bye. En later. Oh ja, en drop eventjes een like. Hè. Dat zou tof zijn. Bye.